De nu 32-jarige Amy zocht 17 jaar lang naar een anonieme donorvader. Zes jaar geleden al vond ze bij toeval haar halfzusje Maartje van dezelfde donor. Maar hun vader bleef onbekend. Ik was echt op zoek naar, naar mijn vader, naar mijn biologische vader. Waar kom ik vandaan? Wie is die man? Hoe praat hij? Hoe ruikt hij? Hoe doet hij? Uh, wat heb ik van hem? Ik wilde gewoon die ontbrekende stukjes in mijn identiteit wilde ik, wilde ik gewoon weten. Ik wilde dat kunnen plaatsen. Vorig jaar ontdekte Amy opeens dat er commerciële DNA-databanken bestaan. En dat werkt als volgt. Donorkinderen als Amy sturen wangslijmvlies of speeksel op naar zo'n commerciële databank. Die bevinden zich vooral in Amerika. Daar zoeken veel mensen hun voorouders vanwege de immigratiegeschiedenis van dat land. In deze databanken zit de DNA van miljoenen andere mensen die ook zoeken naar familieleden. Een DNA-match is het begin. Daarna moet er gespeurd worden in archieven, online en soms ook offline. Met die informatie wordt een stamboom gebouwd van vroeger naar nu. Zo kan een anonieme zaaddonor worden teruggevonden. December vorig jaar, Amy en Maartje zoeken hun donorvader onaangekondigd op. Hij kon mij op dat moment keihard afwijzen of uh, omarmen. Ja, dat uh, betekende heel veel voor mij. Ja, Je weet heel zeker dat dat op het moment is waar het om gaat. Ja, Dat Daar dat, kwam dat het echt een moment op aan. is dat je nooit meer vergeet. Dat dat is wat telt. Hun biologische vader was verrast, maar reageerde opgetogen. En inmiddels wordt er voorzichtig een familieband opgebouwd. Zijn jullie nu gelukkiger? Ja, completer. Completer en gelukkiger. Ja, er is rust. Ja.